Alright guys, daar zijn we weer. Dag 5. Tomka Kabeljauw. Dat is een Tomka Kai soep. En we doen een beetje kabeljauw in plaats van kip. Hè, want kai is normaal kip. Dus we maken de kabeljauw. Maar ik wil jullie wel eens even iets meegeven. We doen best wel wat oosterse dingetjes. En ik weet dat het misschien even een investering is, maar je kan het maanden bewaren. Er komt helemaal niks aan. Dus ja, rij even naar de toko toe. Probeer even dit soort spulletjes allemaal in huis te halen. En ja, luister, nogmaals. Het is even, ja, kost even wat, misschien. Maar je kan het echt maanden gebruiken en je gaat er zoveel plezier van hebben. Want het is echt, ja, je hebt die spulletjes gewoon nodig. Dat is gewoon, zeker als je een beetje oosters wil koken, en dat is toch wel leuk. Dat is toch wel leuk. Dan, vandaag, wat gaan we eerst doen? We gaan eerst even een beetje mayonaise maken, want we moeten natuurlijk een hapje doen. Hè? We gaan weer een beetje oosters koken vandaag. En voor dat oosters koken gaan we deze keer naar Bangkok. Ik ben naar Bangkok geweest en ik heb een echt helemaal ziek heet aan Tomka Kai soep. Dus ja, we moeten gewoon Tomka Kai soep maken. En het is vrijdag visdag, dus ik heb kabeljauw. Ik moet je ook eerlijk zijn, kijk, wij hadden ook geen aanvoer, maar ik had nog wat kabeljauw van vorige week in de vriezer zitten. En ja, soms doodbreekt wet. Dus, en je ziet wel, het is nog mooi vers, dus kunnen we gewoon gebruiken. Biertje erbij. Het is geen Thais bier, maar het is wel Japans bier. Dus ik bedoel, lekker. Het is toch een kei en het is straks een beetje pittig en een beetje spicy. Lekker biertje erbij. Dan komt het helemaal goed. Dus, we gaan eerst even een hapje maken vandaag. En dat hapje, dat gaan we even een beetje mayonaise van maken. En ik zal jullie laten zien hoe je dus in 5 minuten een mayonaise kan maken. Dus je pakt een ei door. Een maatbeker. Nog een ei door. Ja. 2 ei door. Een heel tepel of 4 azijn. 2 lepels mosterd. Een beetje citroen. Een beetje rasp. Lekker hè, lekker fris. Klein beetje citroensap. En ook hier weer, dat heb ik gisteren ook al verteld hè. Met die limoentjes, kijk als je aan de zijkant afsnijdt, dan heb je die pitjes ook niet. Dan kun je ze wel persen. Heel makkelijk. Dat zit daarin. En dan pakken we een staafmixer. Ja, alles gaat gewoon door jongens, de telefoon blijft gewoon rinkelen en dingen. Ga even, zet hem even uit. Even kijken of hij. Hopelijk dat we snel. Fijn, het wordt zo opgepakt jongens. Dus, staafmixertje. Olie. Gewoon zonnebloemolie, arachidolie, wat je in huis hebt. Scheutje voor scheutje erin. Een beetje nootolie erin. Dan denk je natuurlijk bij jezelf, ja, ik heb geen nootolie in huis. Ook niet zo heel belangrijk. Dat doe ik gewoon zonder. Een beetje olijfolie. Even zout, niet te veel. Oppassen jongens, we gaan niet te veel zout gebruiken. Ik heb een dochter en die is geboren met 1 nier. Dus ik weet alles van zoutgebruik, dus je moet heel erg oppassen. Dus laat ons gewoon niet te veel zout gebruiken, niet nodig ook. We hebben genoeg kruiden, we hebben genoeg specerijen, dus dat is. Oké. Nou. Jongens, mayonaise. Hoe lang heeft het geduurd? 5 minuten. Dan, die mayonaise
Die kunnen we dan verdelen. En nu wordt het helemaal leuk. Weet je, met mayonaise kun je echt mee spelen. Dan kun je zulke leuke dingen mee doen. Eerst even proeven natuurlijk. Lijkt goed, lekker hoor. Met mayonaise kun je zulke leuke dingen mee doen. Kun je ook gewoon een week bewaren, voor niks aan. Dus, verdeeld in 3. En dan, bij de ene doe ik een extra schep mosterd erin. Bij de volgende heb ik een klein beetje paprika poeder, of verrookte paprika poeder, nog lekkerder. Een klein beetje sriracha. Heb ik ook op je boodschappenlijst voor jullie gezet. Dit is een chili saus. Echt fucking lekker. Kun je ook een stuk kaas en zo. Super lekker. En de laatste. Een klein beetje curry. Weet je. Gooi er wasabi in. Een klein beetje soja saus. En een klein beetje sesamolie. Dipsaus al een minuut, alsjeblieft. Ik heb er een met curry, ik heb er een met sriracha, ik heb er een met mosterd en wat ik straks nog wil zeggen, ja, weet je, maak het met mieringswortel, maak het met wasabi, maak het met kokos, verzin maar iets. Je kan van alles ervan maken. Dus je moet even een hapje maken natuurlijk, dat doen we altijd. Een biertje, even een hapje. Ik had toevallig nog een krop van die Romeinse sla over. De Romeinse sla is wel super lekker hoor, dat is echt wel... die buitenste sla, die moeten we er even af. Ik pak een beetje die mooie binnenste bladen ervan. En je zal ook bij jezelf denken jongens van, wat duren die filmpjes fucking lang. Maar, ja, weet je, ik ga niet editen en ik ga niet... ja, ik doe gewoon wat ik doe. En soms duurt het een half uur, soms duurt het drie kwartier. Misschien is het soms iets korter. Maar dan spoel je me gewoon door. Het is toch maar een filmpje, dus ik kan het zo makkelijk doorspoelen. Kijk, we maken nu eventjes gewoon 3 verschillende. Maar jullie kunnen natuurlijk nog een grote plateau pakken als je met man of 4 thuis bent. En dan maak je er wat mee natuurlijk. En ik heb hier toevallig had ik nog 3 stukken kaas over. Dus ik heb hier een heel oude kaas. Een iets minder oude kaas. En een jonge kaas. En dan pak je gewoon... super simpel allemaal. Hoppakee, kaas erop. Zo. Dan heb ik van die oude kaas. Die zal af en toe wel zo gestommeld worden op de achtergrond, jongens, maar ze zijn boven even de bovenverdieping aan het opknappen. En ze zijn de douche verbouwd. Dus ja, als je lawaai hoort, dan komt het daar vandaan. Ja, jullie hebben thuis ook wel eens lawaai, neem ik aan. Dus dat hoort een beetje bij. Ik zeg dat ze zo snel mogelijk moeten zijn, maar dat lukt niet altijd. Dan, kijk, dus gewoon op dat sla. Nou, jonge kaas is lekker met curry. Ja. Van die middeloude kaas is lekker met sriracha. En dan hebben we die hele oude kaas en doen we lekker met je mosterd op. Kijk. En dan heb je een hapje? Ja, oh wacht even. Nee, wacht even. Ga even lekker aan. Een klein beetje. Hier ben je lente uit. Die gaan we straks toch van die, top, die dingen toch kan je gebruiken ook. Zo. Oké. En dan? Een beetje kaas is altijd lekker met bieslook, hè? Lekker met bieslook erop. Dit gaat straks.
Steek het bad, laat ik wel even uit straks. Huppakee. Nou, jongens, je hebt weer vast een amuse. Een hapje, ga je dan doen. Een biertje bij. En dan kunnen we beginnen, hè? We hebben in ieder geval geen lege maag. Dus we kunnen beginnen met de Tom Kakaishoek. Mooi die Tom Kakaishoek. Daar heb ik even wat voorgewerkt. Ik moest even, want anders moet afkomen. Dit is een pekelbad. En dat pekelbad, dat is een liter water, dat is 60 gram zout. En daar gooi ik eigenlijk alles wat ik straks voor die soep ook heb en zo, wat over is, gooi ik erin. Dus er zit een stukje schember in. Er zit wat afval van de dingen die ik net gesneden heb, van die bieslook. Kijk, we hebben straks wat koriander nodig voor de soep. Nou, dan kunnen we die steeltjes, die kunnen we er vast in gooien. Dat staat ook op het recept hier, korianderstil. Er werd vanmorgen ook wel gevraagd, maar van god. Wat zijn de godsnaam korianderstil? Nou, wat zijn dus dit? En dit is lavas. Dus heb je lavastelen. Nou, en dan gooi je er allemaal in. En dan krijg je een lekker pekelbadje. En weet je wat nou het grote voordeel van een pekelbad is? Bij ons wordt iedere visje gepekeld. En als je een visje pekelt, dus kijk, dit is gewoon een stukje kabeljauw. Als je dit nou in de pan gooit, dan komt al dat eiwit eruit te lopen. En dan wordt het zo droog als nooit. Dat is echt. En als je nou die vis pekelt, dan verstevig je eigenlijk het eiwit in de vis. Dus, doordat die vis het eiwit verstrijkt is, uit de pekelbad, die wordt hij nooit meer droog. Dan heb je nooit een droge vis meer. Dus dan kun je met allerlei soorten vis. Bij ons heeft iedere vis, of het nou een zeebars is, of een tarwotje, of een kabeljauw, of een wijting, iedereen heeft zijn eigen pekelbadje. En de ene keer doen we met rode pepers, of met zwarte pepers, de volgende keer met kruiden, altijd verschil. En zo heeft iedere visje zijn eigen smaakje mee. En nu hebben we een beetje smaakjes van die kokkakaai vast in dat pekelbad zitten. En dan gaan die visjes in. Dan pak ik een mesje, kijk, ja, god. Hapkruiden brokken, zoiets. Weet je, moet niet veel rood zijn, hè. En dan gaat erin. En zo heb je nooit meer droge vis. De tip van de week. Dus ook gewoon als je visjes gaat bakken thuis, of als je gooit alsjeblieft. Weet je, we zijn altijd van een vis die zwemt in het water. En we gooien ze ook gewoon weer terug in het water. Dus zo heeft iedere vis heeft gewoon weer terug het zeewater gezien. Wij noemen dit ons eigen zeewater. En oh ja, nog iets. Die vraag je natuurlijk af van ja, het is wel heel veel kabeljauw. Ja. Ik moest het toch uit de vriezer al. Dus ik breng het straks wel naar oma toe. Of naar de buurvrouw. Kunnen ze allemaal weten. Ik bedoel, moest toch uit de vriezer. Dus dan is dat zo makkelijk. Dus ik snijd die vis allemaal in blokjes. En dan laat ik gewoon, ja, kwartiertje. 20 minuutjes. Laat ik even hierin leggen. En weet je wat ook is? Weet je wat ook is? Als je met die vis aan de slag gaat en je hebt dat pekelbadje gemaakt, dat doe je straks als we klaar zijn met dat pekelbadje even erop koken en dan steek je gewoon in de vriezer. Dan kun je het volgende week weer gebruiken. Dan doen we volgende week doen we gewoon nog eens gebruiken. Dus kijk, die vis zit erin. Lekker pekel. En dan ga ik al even wat doen. Voor de mensen, voor de trouwe kijkers voor straks. Heel leuk. Morgen gaan we iets met bonen doen. En die bonen zijn gewoon witte bonen. Mogen ook bruine zijn, mogen ook rode zijn. Wat je lekker vindt, maakt mij allemaal niet uit. Maar gewoon bonen. En die bonen gaan we vast in koud water zetten. Dan kunnen die vast weken voor morgen. Dus gewoon in steekkoud water. Morgen allemaal lekker scheten laten. Lekker ruim water, jongens. Ik sta hier samen met Jesse in de keuken. Jesse staat altijd naast me. En als ik krijg geen bonen meer van hem. Maar dat loop je heel af scheten te laten. Dus dat zie je echt niet op. Maar in ieder geval, bonen, water, wegzetten. En dan kunnen we morgen een bonenstook opmaken, maar ik ga wel uitleggen wat we morgen allemaal gaan doen. Want heel goed. De Tom Kakaishoek. Voor die Tom Kakaishoek heb ik een Tom Kakai mix. En die Tom Kakai mix, die kun je gewoon in de toko kopen. Die,
Die heb je in principe niet nodig, maar ik vind het wel, het brengt wel een enorme kracht in je soep. Ik ben helemaal niet van dat soort dingetjes en weet ik veel wat, maar dit geeft wel een enorme smaak af. En die gaan we toch maar een beetje gebruiken dan. Dus, ik heb een grote pan. En in die grote pan gaan we weer beginnen, net als gisteren met die dingen. Met die stoofpot van kip. Gaan we weer beginnen met die gember, want dat duurt langste, tot het gaar is. Hè? Het mag wel wat grover nu, want we gaan straks die soep gaan we toch zeven. Dus ik kan hem gewoon wat grover. En we gebruiken dus gember en we gebruiken Laos. En zou je zeggen, ja, wat is dan Laos weer? Nou, Laos komt uit dezelfde familie als de gember. En als je daar ruikt, dat is iets, ja, ik vind het altijd iets bloemiger als gember. Geeft toch weer een extra dimensie aan die saus. En echt super lekker. Dus, Laos, gember. In die pan. Olie erop. Dan gaan we verder. Dan zijn we van start. Dan een beetje kokos erop. Kokos. Dan. Weer het is zo simpel als dat, jongens. Het komt iedere keer weer terug. Hè. Als je dus iets maakt of iets doet, je begint altijd met de harde groentes. Dus je begint met die gember, wat heel hard is. En dan ga je terugbouwen. Wat krijg je dan? Dan ga je terugbouwen. Dan heb je knoflook, heb je rode pepers en dan heb je ui. Dat is de volgende ronde. En als je dat dan hebt, dan ga je verder. Dan krijg je, kijk hoor, allemaal. Even een beetje lente-ui kunnen erin doen. Dan kun je even een beetje celery erin doen. Maar de zachte groentes, die komen daarna, weet je wel. Dus dan gaan we daarna weer met die zachte groentes verder. Je hebt ook zelf die verhitte bent, in de tuin in de plank. Dat van achter. Ja, handig. Dankjewel. Je krijgt daarna, krijg je lentei en celery. Zo. Wel opletten jongens, dit is... Die kokosolie, dat ruikt zo fucking lekker, hè? Dit is, dit moet je niet laten bruin bakken, hè? Dit moet gewoon zacht. Nee, dat mag niet, niet bruin worden, hè? Dat is niet de bedoeling. Gewoon zachtjes aanstoken. Gewoon die ui gewoon erop zijn. De pepertjes erbij. Ja, en nu is het even een dingetje natuurlijk van ja, hoe pittig wil je maken? Ik maak een gematigde pittigheid, want ja, straks moeten die kinderen er ook weer van mee eten. Ja, die houden niet zo van pittig. Dus we moeten het niet te pittig maken. Maar als het aan mijzelf zou liggen, dan gaan er ook vier van die pepers in. Ik vind het fantastisch. Dus je ui en het pepertje erin. Dan gaan die knoflook erin. Maar gewoon verschillen al. Ik heb het allemaal netjes even aangestookt zo. Dan ga ik het tussentijds als die celery snijden voorin. Dus tonka kai is eigenlijk tonka is eigenlijk de soep, hè? En kai is de kip. Maar wij doen die kai doen we weg dan en dan doen we kabeljauw in. Hè? Dus dat leg ik hetzelfde neer. Dit zijn de zachtere groentes, die gaan er dadelijk in. En ik zou er een soort geur-tv van moeten maken. Hè? Als ik nou die geur van jullie, van dit wat hier uitkomt, kan laten proeven aan jullie. Ja, heerlijk. Ik heb in de tussentijd ook een pan opgezet. Die ga je aan de kook brengen voor rijst in te koken. Nu wel even een dingetje, want gisteren hadden we ook iets met rijst. En doen we vandaag nog eens rijst. Okay, 2 dagen rijst mag, maar geen 5 dagen met elkaar, dus we gewoon morgen nog iets meer aardappels.
In ieder geval, het is nu nog gezegd, alleen dit is basmati rijst. En basmati rijst hoort echt bij tompepij. Kun je niet uitlaten. Hoort er echt gewoon bij. En dit is weer van die bruine. Ik koop altijd bruine rijst, maar goed, dat is persoonlijk. Zeg. En die gaan we gewoon even koken. En die gaan we straks in de soep doen. En weet je het ook is, we hebben straks 20, 30 restituur, dus pak hem gewoon een keer terug. Hè. Je hoeft niet mij te volgen. Hè. Ik bedoel, dan eet je morgen wat anders. Dus straks kun je gewoon makkelijk, heel makkelijk terugpakken. En dan doe je gewoon wat je zin in hebt in die dag. Die basmati rijst gaat erin. Een klein beetje bij. Zo. En ik heb hier, dit is gewoon visbouillon. Dus ik pak op basis van visbouillon. Kun je ook mijn kippenbouillon doen? Dat is gewoon dingen. Maar wij hebben natuurlijk, ja, nog steeds het voordeel. Ik heb mijn vriezer vol met dat soort spul zitten. Ik maak alle saus natuurlijk zelf. Wat je ook kan doen is gewoon een bouillonbordje pakken. En een bouillonbordje in een pan met water. En dan voel je hem even goed af dat hij lekker op smaak is, want het heeft wel een beetje smaak nodig. Het is niet te zuinig met die bouillonblokjes dan. Hè? En dan gooi je dat gewoon en heb je ook kippenbouillon. Het is niet mijn ding, maar kan wel. Nou, die hebben we lekker aangestookt hier. De volgende lading groentjes gaan erin. Wat wel even is jongens, die bouillon die staat er vast op, die is alvast warm. Hè? Die gooi ik straks warm in die soep. Dan heeft die gelijk power. Hè? Dan gaan we straks gaan we daar in die soep op het laatste moment. Want ik vind het heerlijk om daar kleine rauwe groentjes in te doen. Dus ik heb hier een lente uitje liggen. Toch zie ik nog een klein pepertje, maar goed, dat is dan. Champignonjes, limoen hebben we nodig. En dan heb ik allemaal die kruiden hier, maar die ga ik zo vandaag snijden. En dat gaan we straks op het laatste moment weer terug in de soep brengen. Dus die champignonjes kun je gewoon super fijn. Je ziet wel, je kan niks gebeuren, hè? Als je je vingers gewoon naar binnen hakt, niks aan de hand. Dus ik ga gewoon met je mes over die dingen. Geen niks gebeuren. Oh, heel simpel, kijk. Ja. Even dat ik mijn neus met je mes moet heen. En voor de rest kun je gewoon. Dus niet bang zijn van je mes. Maar je mes moet wel scherp zijn. Maar als je mes niet scherp is, dan. Dan ga je je vingers snijden en dan ga je staan. Oké, hier. Klaar. Kontje erop. Niet bang zijn. Maar ja, als je nou kijkt. Nog een leuk beetje. Iedereen denkt dat hier de pittigheid van de peper zit, in die zaadjes. Is niet zo. De pittigheid van de peper zit hem in die zaadlijst. Dus deze lijst die hier zit. Daar zit dus als je zegt van luister, ik hou niet van heel erg pittig, dan snij je die lijst eruit. Nou, ik hou wel van pittig, dus dat moment. Maar in ieder geval, die kun je dan uitsnijden. Dat zit echt niet in de zaadjes, het zit hem in de lijst. Je moet wel even super fijn jongens, want dit gaat straks gewoon rauw in de soep. Hè? Filmpje van gisteren was een half uur boven. Dus ik weet niet wel hoe lang we vandaag doen. Maar nogmaals, jongens, als je mijn beu bent, spoel me maar door. Aan de andere kant, we hebben tijd zat weer. Ik bedoel, ik moet anders doen. Kijk, lekker fijn. Die lente uit, weer een buiten steentje. Ik heb wel jongens trouwens even ook wel een dingetje. Daar sta je misschien niet zo heel erg mee stil, maar ik heb die groentes, voordat die hier neerleggen, heb ik echt heel goed gespoeld. Ik weet niet waarom, maar mijn gedachte zegt van alles goed spoelen nu. Ik heb ook geen precies met dat virus nu. Maar ik ga gewoon altijd heel goed spoelen. Dat zit een soort van in mijn hoofd, zo ik dat. Dus dat doe ik gewoon. En ik raad jullie eigenlijk aan om het ook te doen. Want alles, ja, je moet toch alles goed even schoonmaken. En zorgen dat het allemaal goed proper is. Ja, dit ruikt lekker en dat is echt niet normaal. Hè? Ja. Dus, ik heb dat hier, die groenten zijn nu aangestoken. Kijk. Ja. Dat is nog één klein dingetje verder doen.
Want heel belangrijk, iedere soep die je maakt, wat het ook is, of het nou tomatensoep is, of het is prijssoep, of het is tomkakaisoep, maakt niet uit. Je stookt eerst die groente gaar, dan zet je je bouillon erop, en dan breng je hem aan de kook, en dan zet je hem weg. Niet meer verder koken, want je kookt alles kapot. Dus gewoon aanstoven, dat is de groente gewoon gaar is, bouillon erop, laten koken, één keer, wegzetten, en dan zet je het gewoon onder een deksel, en dan trek je het helemaal in, en dan laat je gewoon als een thee, laat je je soep trekken. En dat kan met tomatensoep, dat kan met prijssoep, dat kan met alle soep, champignonsoep, maakt niet uit. Maar ga hem niet 3 kwartier staan laten koken, heeft het al genut. Alle vitamines zijn weg en je hebt helemaal niks gevonden. Dus die soep is gewoon kapot gekookt. Dus zorg dat deze groentjes, dat die gaar zijn. Nou, ik heb nog even tijd. Ik heb hier nog een beetje afval. Ik trek even wat lenteuitje fijn. Ook zoiets lekkers, weet je, die lenteuit. Dat brengt zoveel smaak aan gerechten. Dat kun je eigenlijk overal opgooien. Dat blijft gewoon heel lekker. Ik ben niet zo'n hele grote fan van een grote rauwe ui. Dat komt terug. En dat is niet echt. Dat blijft aan je mond hangen. En zo'n lenteuitje is veel delicater. Is veel verfijnder van smaak. En is gewoon super lekker. Ik hoor het met mezelf zeggen hoor. Ik vind alles lekker. Maakt niet uit. Dus kijk jongens. Die groente is gaar. Dan gaat die bouillon erop. Power heen. Ik weet niet hoe ze te verpakken, maar ze zijn in ieder geval goed verpakt. Supermarkt en dan hebben we wel eens in de kroonwater en er komt 1 paprika te gooien. Dan ga je op een paprika en die zit in een plastic ding. Waarom? Dat heb ik echt niet. Waarom moet een godsnaam een paprika of een komkommer per stuk verpakt zijn? Heel raar. Dus, soep kookt, soep af. Ik heb die tonkakaipasta erbij gedaan. En, wat gaan we nu straks doen? Vishaus, kokosmelk en limoenblaadjes. Limoenblaadjes, wat heel veel fout gebeurt eigenlijk, wat mensen heel fout doen, is dat ze limoenblaadjes er nu al in gooien. Nou, dat wordt zo pittig als wat. Dus de limoenblaadjes, die gaan er eigenlijk pas op het allerlaatste moment in. En dan laat je zomaar even een paar minuutjes meekoken. Of meetrekken. Nee. En als dat dan meegetrokken is, dan geeft het een hele mooie limoensmaak af. En dat is niet bitter. Nu wel lekker. Deksel erop. En even wegzetten. Nou, die rest is al koken. Dan. Hebben we die groentjes hier klaarstaan. Die doe ik even in een bakkie. Die gaan er straks allemaal in. In principe hebben we nu rustig, de soep staat op, kan bij jou lekker pekel, niks aan de hand, rustig blijven. Nou, dan kunnen we wat groentjes gaan snijden. Dus ik heb wat platte peterselie. En ik heb, ja kijk, het blijft een persoonlijk iets natuurlijk. Ik ga hier nog even de staartjes snijden. Het blijft een persoonlijk iets, voor de door in de soep. Het persoonlijk iets natuurlijk die koriander. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er vroeger ook niet kapot van. Maar nu, ja, als je die tonkakai, als je daar geen koriander in doet, ja, dan is het eigenlijk geen tonkakai. Ik zei het gewoon grof. Maar je mag best eens een blaadje in mond hebben, vind je niet erg. Kun je ze opkomen. Dan zet ik ook alvast klaar.
daar komt het er nu, hè? Nu hebben we de vis. Wat doen we nou met die vis, hè? Want dan zou je natuurlijk afvragen, maar god, hoe krijg je die vis dan gaar? Nou, dat gaat zo super simpel. Schoon maar. Dat gaat zo super simpel. Ik pak een bak. Ja, dat kun je natuurlijk niet zien nu, maar kijk, kijk eens hoe hard. Gewoon helemaal hard gewoon. Er zitten allemaal kleine stukjes kabeljauw, jongens. Het heeft echt helemaal niks nodig. Als je nou weet bijvoorbeeld dat vis, de vis gaat op 55 graden. Als je vis, of onder de 55 graden liefst nog. Als je vis boven de 55 graden gaat, dan wordt hij helemaal droog. Zo droog als, ook als hij gespekeld is zelfs. Dus, want als je boven de 55 graden gaat, dan stonden de eiwitten in de vis. Blijf je nou onder die 55 graden, dan stolt de eiwit niet in de vis en dan blijft hij heel mooi glazig, heel mooi zacht. En is die eigenlijk op niks is die gaar. Nou, visjes er allemaal uit. Dit koken we straks op en dan kunnen we morgen weer gebruiken. Overmorgen, die dag daarna. Die kabeljauw die gaat in die bak. Ik pak een klein beetje van die soep. Met een pollepel, die ik niet heb. Oh. Pak er even een pollepeltje, jongens. Maar ja, vrienden, schop het even. Jongens, luister. Ik heb... Nee, hè? Ja, natuurlijk, maar die staat die constant beter van. Nee, joh. Ik heb vrienden. En Rinus is mijn grote maat en Rinus die filmt het allemaal. En weet je, we doen het gewoon allemaal samen. En we staan eigenlijk samen met hetzelfde doel, hè? Toch? Absoluut. De mensen helpen, hè? Mensen helpen in deze slechte tijden. Dat bedoel ik. En daar gaat het om. We hebben Jessie's hand. Hallo Jessie. Dus, die soep gaat erin. En dan geef ik hem mee aan Rinus. En dan kan Rinus hem in de oven zetten. En dan gaat hij gewoon op 60 graden. Een paar minuutjes in de oven. En dan is hij lekker gaar, klaar, niks meer aan doen. Hoe makkelijk kan het zijn, jongens? Dus niet in eigen zorgen maken dat die kabeljauw niet gaar is of wat ik verhaal. Dus je gaat 5 minuutjes gewoon in de oven. En als je nou 5 minuutjes in de oven geweest is, dan is hij heel mooi. Kijk. Wat die al uit elkaar. Daar zijn we er al. Gaarder hoeft dat niet te zijn. Gewoon heel simpel. Dus dit staat klaar. Die kabeljauw die kan straks op bord. Ja, misschien kijk. Ik heb natuurlijk van Peter nog een zeefje gedaan. Ja goed, dat is live televisie. En alles fout van toch? Er zit natuurlijk al die shit in, hè. Die pak ik er wel even uit. Ja. Zo. Dat blijft natuurlijk live televisie. Zo. Dat oké. En je ziet wel, ik pak alles met mijn handen, maar ja, dat is gewoon zo'n soort tik op. We koken met onze handen en als we goed onze handen wassen, dan onderhouden we onze handen goed. En dan komt hier ook niemand in de keuken met lange nagels of weet ik veel wat. Die denken onze handen worden echt proper zijn. Ja, dan kun je in principe bij alles mee gewoon pakken. Of zo'n plasticje erop gewoon hier. Dat is goed. Spicy of fish sauce. Oké. Fish sauce erin. Die koker is altijd even een beetje los daar, want die zit altijd aan het bodem zakt. En dan heb je aan de bovenkant alleen maar dunne kokos. En aan de onderkant alleen maar dikke trappen. Dus even loslaan. Cursus, open een bakje met kokos. Yep. Kijk hier, is die mooie kokosmelk erin. Limoenblaadjes erin. Maar even laten trekken nu. En als je er even getrokken heeft, dan kunnen we de soep gaan zeven. Vriendjes, maak eens een pan bij je. Ga nu natuurlijk, ja, dankjewel.
gaan we natuurlijk ietsje sneller dan normaal, jongens. Maar ik laat jullie even zien wat er nou precies gebeurt dan. Die rijst is, denk ik, basmati rijst, daar komt zo bij. Moet zo. Nog niet helemaal gaar, maar doen we zo wel. En de soep, jongens, die moet er eigenlijk heel laten staan, hoor. Maar ik zal jullie laten zien wat ik doe. Wat ik doe. Bart in de keel, houd erom. Kijk. Schoon, door de zeef. Passeren. En dan heb je een prachtig, mooie, gekookte kaassoep. En je wil echt niet weten hoe het ruikt. Nogmaals, echt serieus, je moet een echte geurtelevisie maken. Ik laat de rest van de soep nog even staan, want dit is nog niet klaar, eigenlijk. Dat gaat nu te snel natuurlijk. Ja. Echt lekker. Ik vind dit echt lekker, jongens. Als je dit... We waren in Bangkok. Ik was daar met mijn zoon. En we hebben 3 keer besteld. Dat was zo'n klein Thais vrouwtje, die kwam zo. Ja, nog eens. Biertje erbij. Ook een kaasje op deel. Kom dan maar zo'n pot. Oh, zo lekker ook. Ja. Fantastisch. En kijk, dan doe je het laatste, jongens. Doe je dan die groentjes daar gewoon rauw in. Super lekker. Crispy, kokantje in de soep. Een beetje lekker van die kruiden erin. Ja. En dan pak je gewoon een stukje van die kabeljauw. Nou, dit. Kijk, als die kabeljauw straks klaar is. Niet weggooien, jongens. Terug in de soep. Kijk, daar heb je een mooi stukje kabeljauw. Rijst op bord. Kabeljauw erop. Tonkakai erover. En dat was het. Volgens mij hebben we alles. En geloof me, dit gaat echt smaken, hoor. Probeer het maar gewoon. Echt super lekker. Dan zien we elkaar morgen weer. Doei dan.